Het is voor mij een bijzonder genoegen om iemand van mijn eigen discipline te kunnen aankondigen. Professor Danny De Loze, die professor is gastroenterologie in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Hem voorstellen, denk ik, is niet nodig. Iedereen kent hem. Hij is gespecialiseerd, het is een man een beetje van extreme. Hij is gespecialiseerd in de slokdarm en in de colon en anale problematiek. Nu, anale problematiek, dat is een controversieel onderwerp, zoals u weet. De bevolking valt onmiddellijk uiteen in twee kampen. Het ene kamp, die nog nooit een anaal probleem gehad heeft, vindt het colon en de anus een stapelplaats met een kleine sluitspier ervoor, verder zonder veel belang. Het andere deel van de bevolking, die wel een anaal probleem gehad heeft, vindt de anus het allerbelangrijkste orgaan van het lichaam. Bij verre, ik weeg mijn woorden, bij verre het allerbelangrijkste orgaan. En dus Danny heeft een zeer moeilijke discipline, het colon en de anale problematiek. En hij is dikwijls ook het endpoint. Als niemand nog weet wat er moet gebeuren, dan treden ze zijn bureau binnen en boven zijn bureau hangt where problems are solved. Ik geef nu het woord aan professor De Loze, die ons zal spreken over iets feitelijk nieuws, het microbioom en het colon en de therapeutische toepassingen van onze nieuwe kennis. Danny. Ja, dank u wel. Dank u wel aan de organisatoren. Ik ben de Bruiker in de eerste plaats. Bedankt Peter voor de introductie. Als u Peter Buijdens kent, dan weet u dat hij overdrijft. Dus, maar dat voelt u natuurlijk ook al aan, dat hij heel zwaar overdreven heeft. Stoelgangstransplantatie. Ik heb bewust gekozen voor de titel Oude Wijn in Nieuwe Zaken. We hebben tot hiertoe prachtige dingen gehoord. Allemaal nieuwe zaken, heel veel belovend voor de toekomst. En ik ga eigenlijk u spreken over iets dat eigenlijk zo oud is als ongeveer bijna de mensheid. Maar toch heeft het tegenwoordig dus een revival. En daarom is de voordracht wat opgedeeld in eerst toch iets even over die hype. Dan moeten we natuurlijk toch wel over het product spreken. En dan het verleden, hoe het allemaal gaat en waar het in de toekomst naartoe gaat. Dus eerst de hype. Waar komt die hype eigenlijk vandaan? Het heeft eigenlijk alles te maken met een compleet nieuwe, en het is natuurlijk wel high-tech, zijnde de analyse van het microbioom. Apropos, als u nog denkt in termen van de flora, de huidflora, de darmflora, u moet dat voor altijd vergeten. Het woord flora wordt niet meer gebruikt. We zitten niet in de plantkunde of in de dierenkunde, dus we zitten in het microbioom. En dus de microbiota is wat wij allemaal kennen van in onze opleidingen. Het petrischaaltje, iets wordt uitgesmeerd, daar groeit iets en dan herkennen we dat. Streptococcus, staphylococcus, weet ik veel. En zo weten we dat op een mens zitten er ongeveer 5000 bacteriën. De laatste 15 jaar zijn heel wat nieuwe technieken ontwikkeld waar een normaal arts geen bal van begrijpt eigenlijk. Maar het komt er dus op neer dat men eigenlijk het microbioom, want elke bacterie stemt natuurlijk overeen met een bepaalde hoeveelheid DNA en of RNA. En dat kan dus allemaal geanalyseerd worden in deze nieuwe technieken. En men heeft dus ontdekt dat op het menselijk lichaam meer dan 5 miljoen genen, bacteriële genen, op dit moment bekend zijn. 5 miljoen, waarschijnlijk zijn er nog wel een pak meer. Nu, dat heeft dus geleid tot, ik zou hier zeggen, een diarree aan publicaties. En u ziet dat die diarree dus, die blijft dus alsmaar verder duren. Maar pas op, het is echt wel topdiarree eigenlijk. Want u ziet de tijdschriften waarin zaken over het microbioom verschijnen, dat zijn dus niet van de geringste. En dus goed, heel veel in de wetenschap, heel veel artikels, dus het is evident dat de media dit ook hebben opgepikt en een paar zaken die in de media verschenen zijn, in onze Vlaamse pers, maar overal op de wereld, springt men natuurlijk daar enorm op en wordt dan natuurlijk de stoelgangstransplantatie wordt beschouwd voor wat het maag-darmkanaal dan betreft als het ultieme. En dus ook de mensen van Vies, de mensen van Woestijnvis, die hebben dat ook ontdekt. Daar komt trouwens de naam topdokters. Niemand van ons heeft dat ooit zelf ontdekt. Dat is een denkteam op Woestijnvis die dat dus ooit heeft bedacht. Onder andere Mark Uiteroeven zou de bedenker zijn.
Dat is een goed boek trouwens, voor mensen die erin geïnteresseerd zijn. Dat is eigenlijk een boek waar echt de zaken staan wat we weten, wetenschappelijk gefundeerd enzovoort. Want hier is heel veel over gepubliceerd die in de categorie van Dag Allemaal, Libel enzovoort zit. Maar dit is echt een zeer, zeer goed boek van Blazer. Dus ja, goed, waarover moeten we het hebben? We moeten het hebben over de grondstof. En ja, er juist zijn al, is al eventjes de kostprijs. Deze morgen is de kostprijs aangeraakt. Dit is echt spotgoedkoop. Hè. Dus dit kost echt niks. Hè. Dus dat is het grote goede nieuws. Dus ik moet met Magie de Blok nooit gaan praten. Want bedoel, er is eigenlijk niet veel terug te betalen in feite. Goed, waarover hebben we het? Over de darmmicrobiota. Dus de darmmicrobiota zijn dus die kiemen die met ons in symbiose leven. In de maag, dundarm, hebben we er niet zo heel veel, omdat het milieu daar niet zo gunstig is. Maar de microbiota zitten eigenlijk in onze dikke darm. Het colon is dé verzamelplaats voor microbiota. En men schat dat ongeveer op 10 tot de 12e per gram. Nu, dat steekt daar niet op een miljard of, op, ja, op een miljard of een miljoen. Het is zoals ook vanmorgen in de financiering, daar stak het ook blijkbaar niet op een miljard. Maar goed, hier steekt het eigenlijk ook eerlijk gezegd niet op een miljard. Dus ja, wat doen die bacteriën daar? Die dienen voor deze voedingsstoffen onder andere te verteren. Wij zijn mensen, wij kunnen bijvoorbeeld als wij sla eten, ziet er verschrikkelijk gezond uit, maar eigenlijk feitelijk hebben wij geen enkel enzym die sla afbreekt. Dat zijn plantenstructuren. Als u muesli en kruisli en veel granenbrood eet, al die korreltjes, ja oké, okay, dat is allemaal lekker, maar amylase breekt dat niet af. Dus u heeft daar uw darmflora voor nodig en die gaan dat afbreken voor ons en die gaan daar onder andere korte keten vetzuren voor maken, zijn ook verantwoordelijk voor de gasproductie. U weet hoe dat het lichaam dan verlaat. Dus dat betekent dus dat, met andere woorden, als men eventjes loskomt van hoe het eruit ziet en hoe het ruikt enzovoort, bon, wat is stoelgang, koloninhoud? 60% dat is gewoon dat microbiota. U moet nu geen schrik hebben als u de volgende keer eens naar het toilet gaat en u zegt, god jongens, kijk, dat is nu 60% bacteriën die weg zijn. U moet daar niet mee inzitten. Die beestjes, ja, die gaan nu wel doodgaan. Maar bedoel, die vermenigvuldigen zich zodanig snel dat zich dat rap herstelt. Hè. Dus u hoeft daar geen afscheidingsangst of zo voor te krijgen. Die 40 andere procent, wat is dat? Dat zijn dus, dat is de restfractie, hè, de overschot van die fermentatie, van uw onverteerde voedselresten. Heel veel afgestorven cellen. En u heeft ondertussen allemaal natuurlijk al zitten denken, welk type had ik vanmorgen? De natte droom van iedereen is ongeveer type 4. Maar bedoel, 3, 4, 5, dat is allemaal normaal. Dus onze grondstof, ons medicament, ook de farmaceutische industrie, is niet heel veel geld mee te verdienen, want het product is er dus alle dagen. En in feite is het een immense voorraad, want als u rekent dat een West-Europeaan gemiddeld 150 à 200 gram per dag stoelgang produceert, dan maakt een rekensom, als iemand 70 jaar wordt, dat ongeveer 5000 kilogram op een leven produceert. Dus met andere woorden, voorraad meer dan genoeg en elke dag vers. Dus dat is ook een heel groot voordeel. Geen stamcellen nodig. Voilà. Nu, men heeft, en daar heeft dus een studie waar onder andere Jeroen Raas, toen hij hier op de VUB nog was, heel hard aan meegewerkt heeft. Het is een grote Europese studie waar men globaal beschouwt dat er drie soorten types zijn. Het is te zeggen, enterotypes of ecosystemen, maar waarbij dus dat ofwel de bacteroïdes nogal domineren en dan zijn dat de vrienden, bij wijze van spreken, van de bacteroïdes. Ofwel heeft men meer het Prevotella-type, waar die kiemen daar dan ronddraaien, laten we zeggen, of vooral Ruminococcus. Dus dat is natuurlijk heel leuk, heeft ook uitgebreid in de tijd in de kranten gestaan. Maar bon, dat is het dan ook. Hè. Ik bedoel, er zijn drie types en dat is leuk om te zeggen, ik heb dit of dat type, maar het correleert totaal niet met bepaalde ziekten, met bepaald karakter, met bepaalde bloedgroepen. Men zou dat wel graag allemaal hebben, maar goed, het is dus niet. Dus we mogen daar niet meer van denken dan het is. Maar bon, het belangrijkste punt is dus dat u ziet dat het dus over ecosystemen gaat. Dus met andere woorden, die zijn met elkaar allemaal perfect in evenwicht. En dat noemen we dus de normale biose. En dus het afwijkende daarvan noemen we dus de dysbiose. Dus het onevenwicht, met andere woorden, tussen die verschillende bacteriën die men in de darm kan hebben. En waar stelt men dat vast, die dysbiose? Wel, in de eerste plaats best getoond. En heel duidelijk, dat is bij antibiotica geïnduceerde diarree. Van zodra u antibiotica neemt, verstoort
Je antibiotica neemt u voor een verkoudheid, om het even wat, maar automatisch heeft u daar collateral damage, laat ons zeggen. Dus de darmmicrobiota, die gaan ook daardoor onder invloed komen. En dan kan het dus zijn dat er kiemen als een Clostridium difficile bijvoorbeeld, een commensaal bij iedereen, dat die begint over te groeien en dan krijgen we het probleem van Clostridium difficile diarree. Bij ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, is er ook duidelijk dysbiose aangetoond en ook zijn er heel wat argumenten om aantonen dat bij prikkelbaar darmsyndroom, wat we vroeger spastisch colon noemden, gevoelige darmen, laat ons zeggen, dat ook bij die mensen er dysbiose is. Men heeft ook dysbiose gezien bij metabool syndroom. Dus de combinatie diabetes, leversteatose, steatohepatitis, obesitas, heeft men dat dus ook bij vastgesteld. En men heeft het ook vastgesteld, zelfs bij autisme, daar zijn tamelijk goede argumenten voor, in mindere mate astma, allergie, zelfs bij chronisch vermoeidheidssyndroom. U ziet dat ik mijn tabellen wat kleiner maak, omdat de evidentie wel wat zakt, naar gelang we dus van boven naar beneden aan het gaan zijn. En een ander probleem is altijd hier, ja, wat is hier de kip en het ei? Bijvoorbeeld, neem iemand met ziekte van Crohn, ja, die persoon tegen dat daar een stoelgangsanalyse gebeurt om te weten dat er een dysbiose is. Hebben die mensen al lang klachten? Hebben die mensen al antibiotica gekregen? Hebben ze corticoïden gekregen? Dus ja, en dan zijn die studies gebeurd. Dus met andere woorden, we moeten wel wat opletten met oorzaak en met gevolg. Maar in elk geval, als dat dus allemaal dus dysbiose patiënten zijn, en daar is nog volop onderzoek bezig, maar bon, zijn dit ook al natuurlijk substraten voor eventuele darmmicrobioom te gaan herstellen. We kunnen door middel van dieet kunnen we zeker beïnvloeden. Als u veel vezels eet, dan gaat u bepaalde groepen in uw colon gaan stimuleren om te groeien. Dat is gewoon de logica zelf. En dan moet u niet verschieten dat u meer winderig wordt of dat u meer opgeblazen gevoel heeft, bijvoorbeeld. Maar... Ligt dat aan mij of heb ik iets gedaan? Oké. Goed, u kan ook antibiotica nemen, dus, maar dat heeft zodanig veel neveneffecten dat dat op zich voor verandering van microbiome geen goed idee is. Prebiotica, vezels, probiotica. Er zijn heel wat studies met probiotica, laat ons nu zeggen, dat doen ze geen goed, ze doen geen kwaad. Dat is ongeveer het voornaamste dat je over probiotica kunt zeggen. Dus fecale microbiota-transplantatie, stoelgangstransplantatie, fecale transfer, fecale bacteriotherapie, u mag het kiezen wat u wilt, dat is met andere woorden het volgende deel. Nu, het is zo oud als de straat, er circuleert een cartoon van Martin Luther dat die man zou autotransplantatie gedaan hebben. Men beweert dat hij zelf elke dag eigenlijk zou een lepel van zijn eigen stoelgangen hebben opgegeten. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, men heeft ook geen harde feiten daarvan eigenlijk. Maar bon, waar we wel feiten van hebben, dat is dat in China, de derde eeuw al, of vierde eeuw, dat daar dus meneer Geong was, een filosoof, en die suggereerde om bij voedselvergiftiging en bij zware diarree een fecale suspensie in te nemen. Dat is die mens zijn advies. En ook in het China, maar dan dikke 1000 jaar later, die meneer met die naam daar, die beschouwd wordt als de vader van de Chinese geneeskunde, ook in zijn boek, het handboek van de Chinese geneeskunde, ik veronderstel niet meer de dag van vandaag, behalve misschien hier en daar nog, maar die had als voorstel, die had als remedie een hele soep. En die hele soep, dat was dus een verse stoelgangssuspensie bij voorkeur van baby's. En die werden gegeven bij diarree, braken, buikpijn, obstipatie. Grote sprong, we hebben er juist gehoord van Alex Montry dat het leger heel belangrijk is. Wel, inderdaad. In de Tweede Wereldoorlog zijn de Duitse soldaten ginder in de Sahara, worden begeleid dus door die Bedouinen. En zij zien dat de Bedouinen, wanneer dat zij diarree, dysenterie krijgen, dat zij dus verse kamelenpoep gaan opeten. En die Duitsers die hebben dat dus ook gedaan, want die Duitsers werden natuurlijk ook ziek, die kregen ook reizigers diarree, laat ons zeggen. En die hebben dat dus ook opgegeten. Ja, en die hebben vastgesteld dat dus inderdaad werkte. Ze hebben dat dus ook beschreven, vandaar halen we het. Hadden ze dat niet gedaan, hadden ze de oorlog misschien nog iets rapper verloren. Nu, de eerste arts die een klassieke transplantatie doet zoals ze vandaag nog gebeurt, is een chirurg. Dus u weet hoe chirurgen zijn. Ik bedoel, ze doen het gewoon. Wat daarachter zit, dat speelt geen rol. Gewoon doen. Alex, sorry, je hebt er juist op de internist even gekapt, dus ik moest eventjes terugkeren. Hè. Goed, maar wat heeft dus die chirurg vastgesteld? Hij had dus 4 patiënten die hij dus geopereerd had. Die mensen hadden een forse diarree,
Met rectoscopie wist hij dat daar witte membranen zaten. Men wist toen niet dat dit Clostridium difficile is. En ik kreeg dus dat idee van die mensen via lavementen donors toegang toe te dienen. En effectief, die mensen zijn alle vier daarop gerecupereerd. En dat was dus de eerste medische fecale transplantatie. Ik vertel nogal graag mijn eerste ervaring. Dat was dus in 2011. Een man die een prostaatbiopsie gekregen heeft. De mensen krijgen dan een paar dagen ciproxine, antibioticum. Krijgt daarop dus een Clostridium diarree, wordt behandeld zoals het altijd is met flagyl, hervalt snel, krijgt vancomycine. Maar dan ziet u dat hij een paar maanden later opnieuw diarree doet, weer vanco, nog eens een kuur februari, nog eens in mei. En ondertussen, dat is heel typisch voor Clostridium, chronische Clostridium, die mensen gaan echt achteruit, die vermageren, die kon niet meer bewegen, dat was een landbouwer, die kon zijn land niet omdoen. We zijn hier in mei, dat was hoog tijd dat hij hem begon te zaaien en van alles te doen. Dat ging echt niet, die mensen komen in een rolstoel dus binnen. Bon, die man wordt dus daarvoor dus naar mij wordt dus verwezen. En dan hebben we dus, ja, ik had dat ergens eens gelezen van die stoelgangstransplantatie. En doen we dus met donorfeestjes van zijn dochter een fecale microbiota-transplantatie. 2 weken later, spectaculair resultaat. Man herstelt, komt op controle. Ik had hem niet herkend. Die man kwam gewoon binnengebandeld. Ik wist bij God niet meer dat dat die zieke patiënt was van ongeveer 1,5 maand ervoor. En ik heb die toevallig vorige week op een receptie gezien. Dus ik weet dat die man er nog altijd verschrikkelijk goed uitziet. Die man was toevallig in contact gekomen met journalisten van de Standaard. Dat is aanleiding geweest voor dan een artikel in de Standaard. En ja, dat heeft zo een klein beetje zo een stroomversnelling veroorzaakt, waardoor ik mij dan iets meer zo... Ja, dat is de titel van de journalisten natuurlijk. Ja. Dus de dag van vandaag, met andere woorden, hoe doen we een stoelgangstransplantatie? Eerste punt is, ja, we hebben ja, onze patiënt nodig natuurlijk, maar we hebben ook een donor nodig. Stel dat u een transplantatie, stoelgangstransplantatie moet krijgen, zou u het liefst hebben van iemand die u goed kent en vertrouwt, of zou u het liefst hebben van iemand anoniem, zo van, moet niet weten van waar dat komt. Zo. Wie zou het liefst hebben van een verwante, familie, goede vriend, en wie zou het liefst hebben anoniem? Oké, dat is altijd zo 2/3, 1/3, dat is altijd hetzelfde. Hè? Dus jullie zijn verschrikkelijk voorspelbaar. Goed, wat doen we met die donor dus? Een aantal contra-indicaties, klassieke ziekten, vooral belangrijk, geen antibiotica gebruik bijvoorbeeld de laatste maanden. Ook relatief zijn zo mensen, obesitas, dus een obese niet. Hè? U heeft er juist gezien dat er bij obesitas meer kans is op microbioomstoring, dus daarom die mensen ook niet. Wij doen dat aan de hand van een vragenlijst en dan gaan die mensen ook doorheen een bloed- en feciuscultuur natuurlijk, en bloedafname, naar gekende infectieziekten, naar gekende pathogenen. We kunnen niet testen natuurlijk naar iets wat we de dag van vandaag nog niet kennen. Met onze donor, bij de acceptor gaan we altijd een basisserologie, dus we gaan altijd kijken of die patiënt nog niet HIV of hepatitis of syfilis of wat dan ook gehad heeft. Stel u voor dat die 5 maanden later met een diagnose hepatitis C komt en ja, bon, er is een transplantatie gebeurd, dus allee, we zitten daar zeker en vast met een medico-legaal, dat is ook een juiste inschatting die we moeten doen. En we moeten kiezen, wat gaan we nemen? Gaan we verse stoelgang gebruiken of gaan we ingevroren stoelgang gebruiken? Voordeel van, enfin, vers is dus vooral verwante of een vriend. Dat moet iemand zijn die kan kakken op commando. Hè? Dus dat is het voorwaarde. Nu, het is daarom dat de meerderheid van de donoren zijn mannen of vrouwen. Ja, mannen natuurlijk. Dus alleen de man, ik versta dat wel. Hè? Dus ja, we hebben zo ooit situaties gehad dat, dus, ja, dat de zus donor was voor een patiënt. Ja, en die zus die kwam mee en die kon niet en wij stonden te wachten. En ja, goed, we hebben ze dan laten rondlopen. Enfin, niet makkelijk. Daarvoor is ingevroren natuurlijk veel makkelijker. We kunnen een bank aanleggen, dus het is snel beschikbaar. Hè. Je moet gewoon de vliegen opentrekken, ontdooien en je kunt transplanteren. Bij Clostridium is dat trouwens even efficiënt. Er zijn mensen die zeggen dat vers altijd sowieso het beste is. Dat is voor Clostridium nog zeker niet het geval, maar misschien voor andere indicaties wel. Hoe gaat het dan in de praktijk? Pas de donor komt dus met het staal, dus gemiddeld is dat 150-200 gram. Het gaat naar het labo, moet dus gebeuren. Sedert vorig jaar hebben we met de Hoge Gezondheidsraad eigenlijk een soort kookboek opgemaakt hoe dat u dat dus moet doen. Dus het moet onder de laminaire airflowkast gaan. U moet dat wordt gemixt met water, dat is een mixer van Den Borre.
Waarom bij Van den Borre? Omdat Van den Borre een mixer heeft in één stuk zonder vijsjes en dat je niet uit elkaar kunt vijzen. Dat voor de sterilisatie, dus dat je niks mankeert. Wordt dat gezeefd, dus de vezels, de resten gaan er allemaal uit. En dus hetgeen overblijft, deze vloeistof, dat is niks anders dan bacteriën. Ondertussen, als we het via coloscopie doen, doen wij een coloscopie. En dan spuiten we het in ter hoogte van het cecum of het terminaal ileum. Men kan ook gebruik maken van een sonde, maar dan wel een sonde die we liefst voorbij de maag brengen en liefst zelfs voorbij de hoek van Treitz. Doen we tegenwoordig veel meer en meer op deze manier trouwens. Nadelen daarvan, sommige mensen wat rommelingen, winderigheid. Er zijn case reports van een aantal infecties, aspiratiepneumonie, dat is langs de bovenste kant. Dan heb je een bilaterale pneumonie met een hele dierentuin natuurlijk. Dus, ja. Goed, gewichtstoename, 2 case reports. Heeft ook nog eens in de standaard gestaan vorig jaar in oktober. Ik dacht, allez, hoe komt dat nu? Zijn er nu weer 2 nieuwe? Maar als je dan het artikel leest waar ze naar refereren, ja, dan gaat het over die editorial. En die heeft het eigenlijk over die 2 patiënten die in 2013 of zo gepubliceerd zijn. Dus je moet journalisten ook altijd opletten eigenlijk wat ze schrijven. Altijd eens gaan kijken waar halen ze hun mosterd. Dit raden we af, dat u het zelf zou doen. Dus Michael Hirst, zeer bekend, al 64.000 keren hebben mensen dit filmpje bekeken, maar als je het zelf doet, moet je het natuurlijk doen via lavementen, als je per se wilt, maar we raden het eigenlijk af. Zo. Dit zijn dan de indicaties waarvoor dat we het gaan doen. Hoe gaan we dat nu gaan benaderen? Het ideaal is de gerandomiseerde trial. Kunnen we hier perfect doen? Je kan iemand transplanteren met echte stoelgang en je kan hem ofwel transplanteren met zijn eigen stoelgang. Is hier perfect mogelijk om te randomiseren. Maar natuurlijk, er moet eerst wel een soort proof of concept zijn. Clostridium waren er heel veel open kleine reeksen waar dat dus toont dat het zeer efficiënt is, 90%. En dit is de gerandomiseerde trial uit Nederland die effectief dus toont meer dan 90% succes als je dus bij recidiverende clostridium gaat een transplantatie gaan doen. Voor ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, de open trials, korte trials, waren zeer twijfelachtig. Er is een trial gepubliceerd vorig jaar uit Nederland die toont dat het niet werkt bij colitis ulcerosa, 50 patiënten. Er is een andere trial, dezelfde gastroenterology, 70 patiënten colitis ulcerosa met lavementen. Zij zeggen het werkt wel, maar goed, werkt wel, is wel maar 24%. Dat is natuurlijk verschrikkelijk weinig. Het enige interessante hier, dat is dat er waarschijnlijk, en ook hier in de zaal, superdonoren zitten. Dus met andere woorden, hier zitten waarschijnlijk mensen die echt dus perfecte stoelgang hebben, zeer goede differentiatie van uw microbioom en die misschien zouden kunnen gebruikt worden voor studies. Wat wij gedaan hebben, zijn patiënten met prikkelbaar darmsyndroom. In de eerste plaats dus bestudeerd een 12-tal patiënten met vooral bloating, opgeblazen gevoel. De vraag was, voelt u zich beter en is uw opgeblazen gevoel beter? En wij vielen van onze stoel van de resultaten. Na 3 maanden zijn de 80% zegt, oh, ik ben ongelooflijk veel verbeterd, ik heb nog nooit zo'n therapie gehad. Dit was zelfs na een jaar waar dat resultaat nog altijd 60% bleef. Dus dat zijn natuurlijk spectaculaire resultaten bij een aandoening waarvan we een placebo-effect van 40-50% verwachten. Maar 80 was nu echt wel te veel. Dus op dit moment is er volop een gerandomiseerde trial bij ons aan het lopen. Waarbij we dus gaan mensen transplanteren met echt of met nep. Voor obesitas is er ook eigenlijk beperkte evidentie is gebaseerd op dit soort proefexperiment waarbij men steriele muis, een muisje wordt steriel geboren, ofwel wordt die muis getransplanteerd met meneer zijn stoelgang, die meneer, ofwel met die meneer zijn stoelgang. En dit is het resultaat wat je daar dus ziet, dat is wat er gebeurt met die muizen. Ja. Nu, meestal gebruik ik hier andere mensen, bekende politica of politicussen van België, maar ik wist niet goed hier, ik moet hier opletten aan de VB, en dus heb ik 2 neutrale mensen gebruikt. Maar dit is een echt experiment. Dus daar op basis daarvan is er een studie in Nederland gebeurd, weinig patiënten. Het enige wat ze aangetoond hebben is dat de insulinesensitiviteit verbetert, maar die mannen zijn geen gram afgevallen eigenlijk. Dus op dit moment kunnen we daar moeilijk veel over zeggen. Om te eindigen, de toekomst. In eerste plaats natuurlijk, het ziet er allemaal niet echt, flashy uit natuurlijk. Nu, daar moet u een beetje van afstand van nemen van die zaken. Waar volop labo's mee bezig zijn, dat is met bereidingen, maar vooral extracties, bepaalde microben die ze gaan isoleren en die ze gaan in een pil steken natuurlijk, en dan gaat dat heel veel geld kosten. De cloaca van Wim Delvaux, wie weet of dat iets kan doen. Er zijn heel wat studies bezig. Ik heb eens gekeken op clinical trials momenteel, dus bij inflammatoire darmlijden, prikkelbaar darmsyndroom enzovoort. Maar ik persoonlijk denk dat er echt iets zit, dat is hier bij antibiotica-resistentie, dus bij de multiresistentie, resistente ziekenhuisbacteriën, niet bij MRSA, want die zit op uw huid, maar er zijn multiresistente kiemen die in uw darm zitten.
En ik denk dat we daar, er zijn al een aantal heel mooie case reports. We hebben daar zelf ook een prachtige patiënt eigenlijk mee gehad, waar we die multiresistente weggekregen hebben. En er zijn een aantal studies dus op dit moment aan het lopen. En het deed ermee aan denken dat als we hier een bank hebben voor onze eicellen, wel eigenlijk feitelijk zijn we misschien beter dat we ook in een bank onze stoelgang opstapelen. Zodanig als we later eens toch in een ziekenhuis komen en we ontwikkelen zo'n multiresistente kiem, dan komen we gewoon hier naar Brussel. We halen de stoelgang eruit die ingevroren staat en we gaan die terug inslikken en onze flora is terug hersteld. Dit is een hypothese natuurlijk. Hè. Dus met andere woorden, er is de dag van vandaag maar één duidelijke indicatie, Clostridium. Al de rest is voor onderzoek. Min of meer wat evidentie, maar ik zou zeggen, kom en zie in een, over een paar jaren en dan weten we daar meer over. En als u er alles wil over weten, dit is het kookboek, dus waar alles in staat over fecale microbiota transplantatie. Ik dank u voor uw aandacht. Sorry dat ik over tijd ga. Maar... mogelijkheid voorzien voor één vraagje, hier of in de andere auditoria. We hebben die nog niet veel gehoord. Misschien is eerst de kans geven aan de andere auditoria. Ja, bij ons is er een vraagje. Oké. Okay. U was vorige week dus aanwezig op een receptie waar ook de patiënt was die u een aantal jaren geleden hebt verzorgd. Ik zou geïnteresseerd zijn om een nadere beschrijving te krijgen van de hapjes die u daar gegeten hebt. Vooral naar vorm en consistentie. Kunt u die onderbrengen in de schaal? Voor de vertering ervan? Ja. Het was vooral type 4 eigenlijk. Dus het waren consistente hapjes. Oké. Okay. Ja. Ja, moet ik daar meer over zeggen? Smakelijk, ja. Oké, dank u voor... Zijn er nog vragen? Nu misschien in dit auditorium, want... Ik had een klein vraagje. Daar is er nog iemand. Ah, daar is een vraag. De frequentie van toepassing van deze techniek. Kan u daar iets over zeggen? Hoe bedoelt u, bij patiënten? Bedoelt u in het algemeen in het Ja, een percentage bijvoorbeeld. Wordt dat regelmatig toegepast? Okay. Is dat nieuw? Voor Clostridium is het duidelijk. Dit is duidelijk in de hoge zonnezaad. Dat is de indicatie. Dus bij recidiverende Clostridium, dat betekent... Dus iemand heeft een Clostridium, wordt één keer behandeld met flagyl of met vancomycine. Hervalt, wordt een tweede keer behandeld. En vanaf na twee behandelingen, als hij dan nog hervalt, dan is dit een duidelijke indicatie. Hervalt, ja, dat is de indicatie. Al de rest moet onderzoek, alleen moet reden voor wetenschappelijk onderzoek zijn. Maar natuurlijk, u begrijpt dat enorm veel patiënten, en zeker met wat in media en in een aantal van die boeken verschijnt, zijn enorm veel mensen denken dat zij de ideale kandidaat zijn natuurlijk. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje het probleem dat heel veel mensen hun hoop daarop gaan stellen. In België, bij mijn weten, is er nog niemand die het in zijn achterkeuken aanbiedt. Want ja, dit kan je gerust eigenlijk... Ik wil nu niemand op slecht ideeën brengen. Misschien die dubbele cohorten, die mannen die geen werk gaan hebben. Maar in Engeland bijvoorbeeld, weet ik, is er een centrum, is er een ziekenhuis, waar je tegen betaling transplanteert met alles. Dat staat allemaal op de website. Dus bijvoorbeeld, als het voor prikkelbaar darmsyndroom is, kost het £1800. En men stuurt £1800, dus dat is €2300 ongeveer. Maar ze sturen het u op, want ze werken met ingevroren materiaal. Maar die transplanteren iedereen. In Australië is ook een centrum die ook heel breed gaat en die eigenlijk ongeveer alles doet. Zij doen er 1000 op een jaar. Australië, hè. Hier bij ons is het heel beperkt nog. De centra die dit doen is relatief beperkt. Maar eigenlijk kan iedereen het doen, hè. Dit is het kookboek, hè. Aanvullend, wat ik gewoon weet, is dat een eenmalige toediening of regelmatig? Ja, voor Clostridium is het sowieso een eenmalige toediening. Soms gebeurt het dus dat de patiënt toch niet goed, dan doen we het een tweede keer, maar dat is uitzonderlijk, dus dat is eenmalig. Ja, dat is een eenmalig iets. Voor alle andere indicaties, ja, dat is onderdeel van het onderzoek. Hè. Dus wij hebben al patiënten die in onze eerste trial zitten, gehertransplanteerd met er opnieuw gunstig resultaat. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. In onze assistententijd lazen we het boekje The House of God. Hè? En daar had je dus een gastroenteroloog en die zegde: To you it's shit, to me it's pure gold. Ja. En die man die dat doet. Oké, dan de volgende spreker. Ja, Danny, bedankt.